deze keer geen game die we gaan uittesten. De vorige keer hebben we Demio gespeeld, de RPG D&D-versie, om in VR te spelen. Deze keer is een app, Painting VR. Painting VR is van, als ik me niet vergis, Oysoy Studios uit Gent. Dus een klein beetje de hometown roots die we gaan aanspreken. Het is eigenlijk een soort van painting app in virtual reality. Denk aan Tiltbrush en dergelijke. Tiltbrush, ondertussen geopen sourced. Gebruik ik ook in de lessen. Alright, eens kijken wat het geeft. Hey there, and welcome to Painting VR. Painting in virtual reality just became very easy. Ooh. Mix your colors, dip in your brush, and start creating. But first, let's take some time to get acquainted with the controls. You can move around the studio by using the joysticks, or teleport from one place to another by clicking B or Y. To start painting, grab one of the brushes from the shelf using the grip button. Okay. Dip it into one of the buckets, and apply the paint to the canvas, like you would in real life. Right, this is a heel groot canvas hier. Mix your colors by pouring different paints together. Use the bottle of thinner, that's the one marked with X, to play around with the opacity of your paint. The amount of opacity is shown on the label. Okay, so kunnen ze het doorzichtig maken. When you're holding a brush or a bucket and press A or X, you can pick a color from the canvas or reference image with the laser light color picker. The color will be applied to the brush or bucket you're holding. If you move the thumbstick up and down while holding the trigger, you can extend the brushes. Okay, we kunnen helemaal in die hoek beginnen. There is a user interface in your left hand. Look at the palm of your left VR hand to bring it up. There are two green lines for guidance that need to line up for it to appear. It opens with a preview of your work, an option to start a fresh painting, save and load buttons, a screenshot button, and the option to rewatch this tutorial. Use the arrow buttons to navigate between menus. When you navigate to the right, the next screen shows your portfolio of paintings and more file handling options. Then there is the place where you manage the reference images you uploaded. On the next screen, you control the sunlight that falls onto your painting. All right. Please go to www.paintingxr.xyz and join our Discord for more videos, help and community support. Alright, dat is behoorlijk duidelijk. Want dan hoor ik mee aan de slag, dat zal misschien makkelijk zijn. Dus de options zitten hier in de palm van mijn hand. En hier staat materiaal, de White Spirit of de Paint Thinner staat hier. En dan alle producten. En ik kan bewegen met mijn joysticks. Het is wel een klein beetje raar dat je beweegt zonder je voet te bewegen. Allright, dan gaan we een keer aan beginnen. Hè. Voilà. Geen idee wat ik ga schilderen. Maar ja, yes, yes, yes. Hai. Oh. Je kunt er gewoon al mee morsen ook al. Let's give it a try. Hij moet zelf niks ingedrukt houden. Alright. Er zit ook geen undo-knop bij. Net zoals je bij schilderij ook geen undo-knop hebt. Als je het dan overschildert, ga je er volgens mij over moeten gaan met wit. Je borstel wordt ook eigenlijk niet droog. Hier even. Ik weet niet wat de uiteindelijke resolutiekwaliteit zal zijn. Het is met de Quest 1 dat ik nu bezig ben. Ik heb de kwaliteit proberen verhogen met een ADB-command en SideQuest. Maar dat vond de bril in eerste instantie niet zo fijn. Ik kreeg artefacten te zien. Dus tweede poging, hopelijk valt de kwaliteit een beetje mee. Not sure. Alright. That works. Loopt dat ook uit? Nee. Alright, we gaan mengen. Moet ik dat terug op zijn plaats leggen? Jazeker. Ja. En.
Nee. Het is wel grappig als je ze omstoot. Gaat los. Kijk, beter. Heb ik iets fijner van borstel? Denk het niet. Ik ga voorlopig met deze moeten doen. Ah, oeh. Oké. Dat bewegen met die joysticks vergt wat gewenning. Ik denk dat het ook beter is als je in een iets grotere studio aan de slag komt. Of een iets grotere ruimte. Hier is het niet zo heel groot om hiermee te werken natuurlijk. Hè. We zijn maar aan het proberen, hè. Pop, 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 pop. Yes. Lossen. Grijpen. Nu zodat ik niet per ongeluk... Oeps. Niet per ongeluk ergens tegen zit. Oké, okay, het gaat wel cool zijn. Als de leerlingen dit in hun handen krijgen, dan kunnen ze wellicht iets pak leuker maken dan ik ermee kan maken nu. Als we eens kijken naar de options, welke andere tools dat er eigenlijk in de app zitten. Maar nu is het enkel gewoon schilderborstel die we gebruiken. Hè. Yes. Oké, okay, ik denk dat ik beter gewoon zelf vooruit stap. En mijn acties doe dan dat ik. Dan dat ik telkens die joystick gebruik. Want ik ga mijn joystick gebruiken, vooruitlopen en mijn borstel ergens tegen zetten. Niet de bedoeling. Right. We gaan een sport terugnemen. En dit stukje bijwerken. Alright. Blijkbaar kan je... Oh. Zou je de borstel moeten kunnen verlengen? Dit is om te teleporteren. Ook teleporteren. Teleport, dan moet ik niet telkens. Ah! Ah! Hm. Hoe verlengde die borstel ook alweer? Ah, zo. De knop, de trigger inhouden en dan. Haha. La 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 la. Dat gaat ook als ik te lui ben om rond te lopen. Yep. Alright, cool. Next. Dan komen we nog tekenen. Even neerzetten. Neerzetten. Oké, okay, het is even wennen aan... Je moet echt zo de knop ingedrukt houden, voordat hij zo een beetje op de plaats terug gaat staan. Alright. Oh. Oh, oh, oh. Alright. Hij heeft er precies zo moeilijk mee om dat volledig te tracken, denk ik. Misschien dat ik ook tegen het licht sta met deze.
denk dat die infraroodsensor niet zo makkelijk heeft. Oké, die is ook wel lachen. Yes. Oké. Drop it. Right. Heb je nog? De tekst komt er niet altijd op, Snapchat. Portfolio, references. Lights. En settings. Alright. Wat kunnen we nog tekenen? Want een vrij grote tekenaar ben ik dus niet, hè. Mocht dat nog niet duidelijk zijn. So. Yes. En waar is mijn... Jij zwart? Dat is wit. Maar dat er ook maar... Zwart. Ja. Right. Proberen een tasje te tekenen. Ik merk wel dat tegen het licht tekenen een klein beetje invloed heeft op hoe gevoelig dat mijn sensor precies is. Ja. Ja. Yeah. Een beentjes geven. Yep. Er is eigenlijk geen groot kunstenaar mij verloren, gaan ze daar niet van. It's wel funny om te doen. Het heeft ook net iets meer textuur of net iets meer feedback dan wat ik gewend ben van Tilt Brush. Een mondje erbij tekenen. Als tas in een kleine paniekfase. Een banktasje van mij. Met een armpje nu erbij. Eerst de binnenkant van de arm. Oké, dat kan sowieso beter. Oké, waar is die White Spirit? Ja, dat is wat meer transparant. Een fijnere borstel nemen. De schaduw erbij doen. Oké, dat is niet ideaal. De vloeistof in de tas dan. Een soort van koffie erin doen. Ja. Yes. Altijd even controleren waar ik zelf ben. Even kan de camera controleren. Ja. Natuurlijk al als ik mijn verf maak, mijn verf selecteren, anders gaat het niet veel effect hebben.
Plus de koffie die eruit druppelt. Voilà. En dan zijn tongske. We gaan er gewoon een rood tongske van maken. Het kort houden. Hier blijven. Binnenkant van zijn mond. Voilà. Even schoon alles laten vallen. Kijken dat ik ben in mijn camerabeeld. Ik zat er beter dichtbij, zeker. Dat er in plaats gaat staan. Het is een beetje zoeken als je VR aan het opnemen bent en ook daarmee bezig bent. Wat je precies allemaal aan het doen bent. Maar alright. Zo, een kleine demo van Paint VR. Wat tof gedaan. Het is verwijzer dat je de textuur wat meer voilt dan bij Tilt Brush. Alright. Tot de volgende.